Ongelooflijk benieuwd of de top 2000 doorging. En ik heb ze te googlen, op te zoeken, maar de... Super tof dat je kijkt naar gewoon een nieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. Net wakker en ik heb een beetje te laat gemaakt van slapen. Want het is al bijna 10 uur. En ik moet nog dingen achter de computer doen. Kan je eten geven? Dus ja, laten we dat allemaal even lekker doen. Ik kan je net even eten gegeven, je zit lekker van eten genieten. En ik ben lekker bezig met mijn bakje koffie. Die hier nu aan het zetten ben. Dus. En ik heb wat nieuws. Dat is, Jolan gaat weer optreden bij Special Media Art. En ik heb wel zin in dat hij weer erbij is. Ik vind het hartstikke leuk. Jolan, welkom back. Ik heb hem natuurlijk op Instagram gezet. Dat hij weer back is. Dus ik heb er dan nu al zin in. En ik had al een beetje klein vermoeden. Maar ja, misschien heeft hij voor mij een verrassing gehouden. Zou kunnen. En jij zit echt volop te vreten. Ik denk als de hele bak vol zal worden dat hij bijna alles opeet. Vanuit het bakje. Want zoveel ziet hij te eten heel vaak. Dus daarom geef ik altijd een heel klein beetje, maar daar heb ik al vaak over gehad. En ik zie nou, kijk naar buiten. Het is wel regend weer. Gadverdamme. Baba, allemaal spits op mijn ramen. En ja, tuurlijk, daar had ik al vermoeden. Dat er bobbel hier zit, met allemaal vol met water. En dat irriteert me en ik wil er echt van af. Want zoals jullie zien aan de andere kant, ligt zij echt helemaal open. Hier zo. Ja, dat is zonde. En dan wil ik snel mogelijk vanaf, maar dat is wel logisch. Maar ja, en ik zeg dat de begeleiders hier niks kan aan doen. Maar er wordt gemeld dat om dit nu te laten repareren, dat alleen noodzakelijk is. Maar voor mij heb ik het al over gehad. En ik vind dat raar. Ongelooflijk benieuwd of de top 2000 doorging. En ik heb ze te googlen, op te zoeken. Maar de top 2000 gaat gewoon gelukkig door. Gelukkig. Want ik vind dat altijd leuk om naar te kijken. Top 2000. Wie dan winnen gaat, wie de eerste gaat worden qua muziek. Maar ik denk wel dat Queen gaat worden. In ieder geval. Zoals elke jaren. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Dus maar we gaan zien. Of hij het nou weer dit jaar wordt of niet. Maar vermoed ik van wel. Maar ja. Ik ben benieuwd naar wie dat gaat worden, in ieder geval. En ik ben benieuwd wie jullie denken wie dat gaat worden. En wat jullie ervan vinden dat alsnog doorgaat. Maar, wat ik je wel kan zeggen, gaat wel anders uitzien dan normaal eigenlijk. Maar dat was denk ik wel te verwachten voor jullie. Maar gelukkig gaat het wel door. En daar kijk ik ongelooflijk naar uit. En ik heb er ongelooflijk veel zin in. Dus dat betekent dat ik binnenkort ook top... lijst in gaan verzenden van top 2000, maar dat gaan jullie binnenkort wel zien wanneer, hoe, wat. Dus ik ga even kijken, ik ga de media in de gaten houden natuurlijk, wanneer je het in kan zenden en misschien wel Vincent ook er weer bij zijn, wie hij top 2000 lijst bedenkt en of misschien andere deelnemers, maar ik ga in ieder geval wel weer doen, top 2000 lijst maken. Laat even weten wat jij ervan vindt dat het alsnog doorgaat. En gaat wel anders uitzien dan normaal. Dat weet ik wel. Dat word ik ook al gezegd natuurlijk. Maar ja, klaarmaken om richting werk te gaan ook vandaag. Zo, ik kom aan werk en ik was aan het werk en zag dat pas keihard heb geregend. En gelukkig is het nu droog. Fijn. Ja, het is droog. Gelukkig. En ik ga nu maar lekker richting huis lekker eten. En ik heb een geleiding. Zoals je van nogal mensen weten, heb ik begeleiding even zitten te vragen. Want ik weet niet of jullie kunnen merken, weten nog van een vlog dat ik helemaal onder de poedersuiker zat. Zo! Dat is waar! Zo! Wacht even, kijk of ik dat kan zien. De auto aankomt. Gewoon mensen rijden daar weg. Dan zie je gewoon plas water, zie je gewoon weggaan. Niet normaal. Je kunt er bijna kletsen, kletsnot. Vind je dat? Nee, het scheelde niks volgens mij.
Maar ja, ik ga nu weer lekker richting huis, lekker pannenkoek eten. Maar wat ik al zei over pannenkoeken, dat ik helemaal onder zat en die begeleider weet eigenlijk niks, maar ik wil eigenlijk wel, kon ik maar de reactie filmen. Dat was wel leuk geweest. Dat weet ik 100% zeker, want ik ben heel benieuwd naar de reactie van de begeleiding. Maar ik laat het sowieso wel weten. Ongelooflijk heerlijke pannenkoek gegeten vandaag. En de begeleider was die, ik kwam aanlopen hier bij de groep en zeg, nee, jij komt er niet meer in, jij komt er niet meer in. Omdat ik pannenkoek uit heb gekozen. Geweldig. Maar, ik had er een hele leuke reactie binnen gekregen van, je kan ook, ik ga even voor de zekerheid even een reactie bij je halen op mijn telefoon. Want ik kreeg zo'n leuke reactie, ik dacht, wauw. En dit vind ik zo tof dat jullie gewoon de reactie hier laat weten. En dan denk ik van, oh, dan kan dat ook nog. En denk ik, dan ga ik graag gelijk naar begeleider en ik ga dat melden. Dus ik had het met een begeleider over gehad, voor zekerheid. En de reactie was, tip, laat hem ook eens in de zoveel tijd leeg en leeg een 900 graden programma lopen, eventueel met schoonmaak of soda, azijn of soda. Is die van binnen en leiding ook goed schoon? En vergeet het filter ook niet regelmatig schoon te maken. Zit onder in de machine een klepje, maak je open en haal je die buis eruit en schoon spoelen onder kraan en schoon stoppen. En kraan terug en stoppen. Dus, dat ook weer geweten. Dus dat kan ik ook doen, want die klepje, die heb ik gevonden al. Dat wist ik al, maar ik wist niet wat er precies mee was, wat het precies eigenlijk was. Maar dat klepje zit hier, namelijk. Hier rechts, inderdaad. En als ik die openmaak, zit inderdaad een buis. Hier zo. Die kan ik uithalen. Hier is die buis. Maar dat ga ik ook een keer doen. Maar ik weet niet, voor degene die dat. En dat is ook aangegeven inderdaad. Dat het kan. En staat hier ook allemaal aangegeven hoe en wat. Zelfs Ganja zit nu even aan het ruiken. Kijk dan. Lukt het Ganja? Maar in ieder geval, daar zit die buis. Die ik bedoel. Die stop ik lekker weer terug. Waar die hoort. Want die moet nog niet. En hier staat het aangegeven wat er moet gebeuren. 1. Haal de buis los. 2. Draai die dop eraf. Die daar zit. Deze. En 3. Dat weet ik ook niet precies. Hoe dat 3 uitziet. 3. Geeft hij niet goed aan wat er moet gebeuren. Maar oké. In ieder geval 4. Draai de dop eraf. Deze dop die daar zit. Deze witte. En draai de dop weer op. Deze. Maar ja. Dat gaat wel een keer gebeuren. Dus even nou dicht. En dan ga ik dat keertje ook even doen. Maar wanneer weet ik niet. Maar waarschijnlijk dat even in een weekend dat even wel gaat gebeuren. Daarna kan ik ook wel gelijk zien hoe het eruit ziet. Misschien wel grappig en leuk om het te laten zien. Want ja. Het is leerzaam. In ieder geval vind ik. Dat ga ik dan ook een beetje keuze mee doen. Bedankt in ieder geval voor de reactie. Ook weer leerzaam. En wat ik ook meer in ieder geval lekker ga doen is een wierook aanzetten. Dat is wel even lekker. Zo. Ja. Zo, even lekker wierook aan. Dat is wel even lekker. Zo. Ik zorg altijd voor dat die hier ook juist op die bakje blijft, want anders gaat het ook weer naast en dat wil ik niet hebben. Dus vandaar. Zo. Staat die aan. En dan blaas ik altijd even uit, omdat anders gaat die niet echt roken, maar dan heb je alleen een vuurtje. En dat is onnodig. Kleine hebben gekeken en ik hoorde een rosa gezegd, ik weet niet of ze me gehoord hebben. Jezus. Want ja, dat gaat alleen maar heftiger worden. Dit door. Ik zie het nu al.
De hele deur gaat kapot zoals ik zo kijk. En ik heb eigenlijk een hele mededeling. Hou je ogen open, want Celine van S is vermist, is meegenomen. Zit de kans te groot in met een auto. Dus als je een gele auto ziet, laat het weten bij de politie. En ja, houd het op de hoogte. En als je iets dan in die auto ziet, want zelfs politie in Waddinxveen, het is zelfs alert, noodalarm ingeschakeld door de, misschien dat jullie sommigen wel weten, misschien hebben sommigen al gehoord erover, maar ja, wat trainings voor woorden als je een meisje van 15 meeneemt. Maar even kijken hoor, even naar politie in Waddinxveen. Staat als ondertekst: Amber Alert, Celine van S, 15 jaar, uit Berghem, blond, zwart, gouden jas, meegenomen door een man in geel, groene Kia Pionto. Bel naar 0800-6070. Dus, en dan staat er bij http://amberalert.nl. Ja, ik zeg het goed. Dus ja, wees alert en laat het aan de politie weten. Ik hoop dat zij gewoon gevonden wordt. Hoop ik gewoon letterlijk gewoon dat ze gevonden wordt. Maar ja, dus dat gesproken te hebben, ga ik nu even klaarmaken om lekker alles dicht te doen. Want ik ga klaarmaken om lekker bed in te gaan. Ik ben een beetje moe aan het worden. Beetje, ik begin nog letterlijk in te kakken, laten we zo zeggen. En laten we dat maar even doen. Dus ga ik even lekker alles dicht doen. En dan is een rol gedaan en dicht doen. En dan lekker een beetje en dan lekker slapen. Laten we dat doen. Dus ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben jij trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou tof zijn als je je beneden abonneert. En dan zeg ik alvast veel kijkers een groene vlog om 1 uur. En dan zeg ik hierbij laters. Wat voor een weet ik niet. Lijkt wel een leger. Deze komt er. Ja, dat is net weg. Ik kan nu niet meer zien. Helaas, jammer, pindakaas. Maar ja. Ik kon ineens wel eens bezig met dingen op de computer, video te uploaden. En ineens hoorde ik de helikopter. Dat moet ik even snel heen. Dat is